Ja, een hele goede middag gewenst vanaf mijn kant. Het is eerste paasdag, dus ja, het is 1 april. Ha! Wie gelooft dat, hè? Dat het Pasen is. Maar ja, het is nou eenmaal zo en het valt nou eenmaal zo. Ja, en het is 12:36 en rond 14 uur, dan krijg ik weer visite. Helemaal uit Emmeloord komt dan Jan van Dam weer, ons huismaatje. Ja, een hele fijne man. Die is ons, hij heeft mijn man ook gelukkig gekend, want we kennen hem al jaren. Dat, ik weet niet eens hoeveel jaar dat gaan we vanmiddag eens eventjes uitrekenen. Lijkt me wel zo leuk. Dus ja, dat gaan we samen even doen. En dan laten we het jullie gewoon weten. Maar in ieder geval, eerst van harte welkom op deze gloednieuwe vlog. Ja, het heeft geregend vandaag hier al. Maar momenteel is het zonnetje bezig. En ja, ik zal nog wat laten zien. Maar vind ik het wel zitten. Kijk, hij wappert nu wel. In plaats van dat hij wat bewoog. Nu wappert hij. Ik ben er zo blij mee. En je hoort hem niet kletteren, niks. Dat touw zit er mooi omheen gedraaid. Dat, ja, ik ben er gelukkig mee. Ik ben al buiten geweest, maar ik vond het nog een frisjes zonder jas. Ja, en dan loopt er hier eentje te zeuren. En wie zal dat nou wel niet wezen, hè? Althans, loopt zit. Dat is die jonge dame. Meeuw. Ja, is het zo? Ja, is het zo? Oh, en dan? Vind je wat? Ja, vrouwtje moet zo meteen even de bezem er doorheen halen, hè? De rubberen bezem. Ja. Want ja, morgen komt er niemand. Pas dinsdag, ja. Dan komt er eentje de schoon te poetsen. Ja, dat is zo. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Wij gaan er dan weer proberen een leuke vlog van te maken. Ja, en het komt allemaal goed. Ik zal zo eventjes een bakje koffie voor mezelf maken. En even een broodje eten. En eventjes de boel opruimen. Ja. En die blijft zeuren. Hé, hé, tante, ja. Dat ik zou zeggen, een hele fijne, gezegende eerste paasdag. En tot straks maar weer. Doeg, doeg. Ja, en ons Jan die is er dan, hè. Ja, ik had jullie al gezegd dat hij in aantocht was. Hoe was je reis, Jan? Goed, ik hoefde alleen de bus en één trein overstappen in Amsterdam Centraal naar Den Helder. Oké. Dus dat zijn weer werkzaamheden bij Schiphol, ja. Dus ik kon dan mooi doorreizen naar Lelystad. Klopt. Naar Amsterdam Centraal. Ja. Nou ja, we gaan er een gezellige middag van maken. Ja, ik moet zo meteen enkel even naar de deken. Of Jan moet straks naar de koffie weer even willen, dat weet ik niet. Want, maar dat kan wel, dat zien we straks wel weer. We gaan eerst lekker van de koffie genieten. Dus ik zeg tot straks maar weer. Toedeledokies. Zo, Janneman. Wat heb je daar op je bord verteld dat is? Patatjes met curry en mayonaise. Dat ziet er lekker uit. Ja, en ik heb enkel nog patat, de rest moet er nog op. Ja, lekker gekruid. Want daar staan de kruiden. Mayo, curry en ja, de koffie niet vergeten. En mijn wijn komt er nog aan. Dus even de wijn pakken. Zo, daar mijn wijntje. Dus wij gaan lekker eten. Ik heb nog een... Jij hebt nog een sappie. Sappie. Ja. Lekker sappie bij de patatjes. Lekker. Dus wij gaan lekker aan deze kant eten, want Jan die moet weer straks de trein terug naar Emmeloord, waar hij thuis hoort, dat trein. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks weer, wij gaan eten. Tot later. Doei doei. Ja, Jan die gaat zich weer klaarmaken om te vertrekken met de trein. Ja, ja, dat doe jullie jas lekker aan. Ja, hoort er allemaal bij, hè.
Ja, en ik zit eventjes ook naar het nieuws te kijken op de televisie. Dat is ook altijd, vind ik, wel belangrijk. En mijn hondje is weer even verwend. Die heeft weer een koud stokje. Die ligt lekker te kauwen en te genieten. En ik heb nog koffie staan, dus die zal ik eventjes lekker gaan nuttigen. Ja, lekker bakkie hoor. Heerlijk. En dan zullen we zo eventjes Jan gaan uitzwaaien. En die belt altijd ook even op als hij thuis is, dat hij weer heel hard is overgekomen. Want ja, ook een trein kan een ongeluk krijgen, hè? Je weet maar nooit. Of vertragingen oplopen omdat er wat gebeurd is, of juist werk aan het spoor. Je weet het maar nooit. Maar we hebben een gezellige middag gehad. Ja, dat vooropgesteld. Zo dan, doodgeschoten. Zo, hè, dat was lekker bakkie. Ja, dus hij zit nou even op het toilet. En dat duurt altijd eventjes met hem. Maar dat kan gebeuren. Dat hebben we allemaal wel eens. Maar ik zeg dan gewoon zo meteen, ik pak jullie zo meteen er wel weer even bij. Moet je dat trouwens zien. Oh, die zit zo lekker te smikkelen aan dat kauwstokje. Er zit lekker spek omheen, hè, kerel? Ja, dat vind je zo lekker. Hé, dat vind je zo lekker, hè? Ja. Vind je lekker? Ja, hè? Oh, geweldig. Ja, hij had de tas dus al klaargezet. Er zit alles weer in wat hij mee wilt. En daar zit onze prinsesje. En miauw, is dat zo? Ja? Is dat zo? Niet weer miauw? En ons andere meisje ligt te slapen op de kachel. Ook zo lief en aandoenlijk. Ah, daar hadden we meneer al met zijn pet op. Met pet op, met sjaal om. Ja. Met jas aan. Nog mijn telefoon nog erin. De wat erin? De telefoon. Ja, die moet je niet vergeten, hè? Nee, want ik kan niet... Ik heb geen antwoord geven. Mrauw, mrauw, ja, die zegt ook al gedag. Ja. Hé, meisje. Die zegt al gedag. Hé? Ja. Jij zegt wel gedag, netjes, hè? Ben jij weer klaar? Ja, ja, maar dat is waar jij thuis hoort. Mijn huisje, mijn flatje. Dat is de plaats waar jij thuis hoort, nou, degene, in Emmeloord. Degene bij de winkel die zij ook kent. Omdat het zo oneerlijk is. Oneerlijk, dat het goed wordt. Ja? Groetjes aan iedereen die meekijkt. Ja, nou, weet ik veel wie. De hele wereld kan meekijken, ja. Ja. Hè? Dus, nou, ja. Knuffel. Doe maar zo. Zo. Hé? Ik had hem toch niet eens niet goed vast. Want... Ah, kramp in mijn pols. Ja. Je tas niet vergeten. Ja, je moet... Rustig de tijd, rustig. Rennen. Ga rennen, vliegen. En die zit nog lekker te kauwen. Ja, allemaal. Ja. Op zijn, ja, totdat hij moe wordt, dan wil hij niet meer. Zo, buiten. De vlaggenmast die ging helemaal over de Lofgarden heen, over de moestuin. Dus die man die hem erin heeft gezet, die paal, die heeft hem niet echt over die tafel heen laten gaan. Want een mannetje die had gezegd van... Hij moet over die tafel heen komen. Ja. Ja. Zo. Maar hij staat net een beetje te veel dwars. Ja. Hij staat precies zo over de moestuin heen. Oh ja.
nou hangt hij weer zo goed als stil. Er zit beweging in, meer niet. Er is wat wind. Ja, er is wel. Ja, kijk, daar gaat hij weer. Ja, daar wappert hij weer. Ja, ja. Ja, is goed, man. Wel thuis. Goeie reis. Ik vlog je wel. Staat ik er ook die andere man erop? Ik kan er ook niks aan doen. Komt op YouTube te staan. Ja, dat wil ik niet. Doeg! Doei doei! Zo. Dat was dan onze Jan. Ja. Ja, en die man die wilde niet op. Nou, daar heeft hij pech. Was hij net op de verkeerde plek. Want ik mag buiten. Oh, filmen. Ja. Toch? Dat mag. Dan heeft hij gewoon pech. Was je op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ja. Zo denk ik erover. Ik mag vloggen wanneer ik wil. In mijn eigen huis. En buiten. Het is niet strafbaar. Dus ja, laat hem er maar wat voor zeggen. Kan die niet maken. Dus ja. Hij heeft gewoon dubbel, dubbel, dubbel. Pech, pech, pech. Ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen. Nee, ik ga wat anders zeggen. Ik ga gelijk afsluiten. Ja, want ik ben wat moe en ik heb nog een heleboel dingen te doen. Ook onder andere deze filmpjes weer naar de computer overbrengen. Ik moet nog naar Facebook toe waar ik totaal geen zin in heb. Maar ja, als beheerster zijn er van een aantal X-groepen. Ben ik dat verplicht. En ik wil ook even lekker onderuit zitten. Televisie kijken. Dus ik zou zeggen. Voor vanavond later. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. God zegen. En gezond weer op. En een hele, hele fijne, gezegende, liefdevolle tweede paasdag geweest. Doeg allemaal. En tot aan de andere kant van de nacht.